Goedendag, welkom bij de Tussenstand, het online interview van Entertainment Business, waarin de laatste stand van zaken wordt besproken binnen de entertainmentbranche. Dat gebeurt met verschillende mensen uit de branche, waarvan een aantal vorig jaar ook te gast was in ons mini-interview De 10 Minuten Van. Ik ben Ed Hogeveen en in deze editie van De Tussenstand zijn mijn gasten zanger-gitarist Jacques Poels van Rowenhezen, zijn manager Rudy Havermans, die tevens boekingen voor Jacques en Rowenhezen doet, en Cedric Mures, eigenaar van Snowstar Records. Heren, van harte welkom. Jacques, als ik bij jou mag beginnen. Toen ik jou vorig jaar aan het begin van de pandemie sprak, zei je dat er een fijne rust over je was gekomen. Alsof er een pauzeknop in jouw hoofd was ingedrukt en alles kalm werd. Heeft die innerlijke rust ondertussen plaatsgemaakt voor wat meer onrust? Nee, de situatie is ongewijzigd. En met elk nieuw persbericht zit ik nog thuis steeds te denken van hoe goed ik eigenlijk gedij in deze rust van dit moment. Van alles wat ik mee bezig ben met liedjes, met gedichten nu weer, met schilderijen. Voor mij is het nog steeds, zoals we elkaar toen spraken, een rust die over me heen is gekomen. Een soort gevoel van hoe het is om met pensioen te gaan, zeg maar. En dat heeft nog steeds stand gehouden in mijn hoofd. Oké. Dat is mooi. Ja. En vooral zo houden, zou ik zeggen. Ja, dat probeer ik ook. Ik hoef er ook geen moeite voor te doen. Het gaat vanzelf allemaal. En ik kan nog mijn kleine dingen doen. Met Cedric samen hebben we die plaat uitgebracht. En dan komt er weer eentje. En met Rudy bedenken we allerlei plannen om met Rowenhezen weer wat te bedenken. En ook daar zijn er weer plannen voor nieuwe muziek. Dus eigenlijk, mijn taak is als een kluizenaar, als een monnik gewoon thuis te zitten met deze computer en mijn gitaar achter mijn rug, is eigenlijk, ik pak echt mijn moment nu om daar echt goede dingen mee te doen. Ja. Nou, dankjewel. Rudy, jij bent al heel wat jaren manager van Jacques en Rowenhezen. En je doet ook hun boekingen. Corona heeft jou persoonlijk getroffen, maar ook jouw business keihard geraakt. Hoe zag 2020 er voor jou uit? Ja, als ik terugkijk, heb ik er een dubbel gevoel bij. Maar als ik terugkijk, misschien toch wel heel veel frustratie. Gewoon, je maakt plannen, je zet die uit en je probeert die tot een goed einde te brengen. En 2020, corona, dan heeft dat gewoon helemaal van de tafel geveegd. En heel veel van die plannen kun je ook nooit meer gebruiken. Dus we hadden een supermooi jaar in 2019 met Rowenhezen. En wij wilden dat gaan verzilveren. En dat had aardig gelukt. Er lagen ook wat plannen rondom de Olympische Spelen, de voetbal, nieuwe album, liedjes. Ja, en dat zijn we nu kwijt. Dus dat is één. En het tweede frustrerende is dat we heel veel shows hebben moeten verplaatsen om ze dan uiteindelijk te annuleren. Want wij zaten in een theatertour en wij gaan sowieso niet meer spelen met Rowenhezen voor april 2021. Dus al die shows, sommige zijn 6-7 keer verplaatst om dan vervolgens te moeten annuleren. Dus dat is echt heel frustrerend geweest. Heel veel werk om niks dus. En aan de andere kant hebben we ook de solo tour van Jacques verplaatst, zeg maar. En omdat dat een klein project is en ook iedereen ontzettend veel water bij de wijn heeft gedaan, hebben we dat nog wel kunnen doen. Dus dat was dan wel voor mij het lichtpunt in de duister. Ja. Maar hoe relaxed en rustig Jacques van heel dit verhaal wordt, zeg maar, en zijn ding doet, hoe onrustiger en hoe meer energievretend is het voor mij. Ja, snap ik. Ik ga naar Cedric. Jij bent eigenaar Cedric van Snowstar Records. Independent platenlabel dat ooit begon in de punkrock. Ik kan het bijna niet voorstellen. Maar zich in de loop der jaren heeft toegelegd op hele fijne indie folk pop, noem ik het maar. Van singer-songwriters als I Am Oak, Broeder Dieleman, Remy van Kesteren. Ik heb me laten vertellen dat het qua coronaschade aan de recorded kant, dat het van de muziekbusiness allemaal wel zou meevallen. Geldt dat ook voor Snowstar Records?
Nou, we hebben in ieder geval wel nog steeds muziek uitgebracht in dat jaar. In het begin ook nog wel wat discussies gehad of we dingen wel of niet zouden uitstellen of wel of niet moesten proberen. Ja, ja goed, waren moeilijke discussies, want niemand wist hoe lang het zou duren. Dus uiteindelijk hebben we op wat vertragingen na alles wel gewoon uitgebracht wat we van plan waren. Maar ik heb daar toch ook zeker puur aan die labelkant de nadelen van ingezien, die er niet alleen maar waren. Maar ja, er zijn wel momenten in dat jaar geweest dat wij een album uitbrachten op een moment dat ineens de winkels dicht waren. Of we werken ook met best wel veel jonge, nieuwe opkomende artiesten. Dus ook artiesten die hun debuutalbum uitbrengen en in een normaal jaar daar nu dan wel de alle positieve reacties en recensies van pers op kregen, maar vervolgens geen shows, laat staan tours, maar zelfs geen kleine shows hadden waar die albums dan ook gekocht werden. Dus ik denk dat de labelkant het zeker ook wel gemerkt heeft en ik merk het nu nog steeds wel. Het is nu ook op dit moment raar. We hebben het tweede album van Jacques Roels komt eraan. Op dit moment zijn de winkels weer dicht. Hij komt eind februari uit. Ik heb goede hoop dat die winkels dan weer open zijn. Maar als dat niet zo is, dan merk je dat toch. Ja, ik kan me voorstellen. Jij zegt zelf, je brengt platen uit van jonge singer-songwriters. Vaak hun debuutalbum. Nou, daar valt Jacques natuurlijk precies helemaal in die categorie. Een jonge singer-songwriter met zijn debuutalbum. Absoluut. Nou brengt hij dat bij jou uit. Jacques, waarom heb jij gekozen voor Snowstar Records? Want ik weet dat Rowan Hazes sinds een paar jaar hun albums uitbrengt bij Modestus. Het label van Guus Meeuwis, het platenlabel van zijn productiehuis. Het zou dus ook heel erg voor de hand liggen dat jouw soloplaten er ook op werden uitgebracht. Toch koos je voor Snowstar van Cedric. Waarom? Ja, nou ja, Rudy, hè, rechts, die heeft voor mij gekozen. Die kende Cedric en die praatte met een goede man. En we kennen elkaar nauwelijks. En ik was een beetje zoekende waar ik het uit zou willen brengen. Ik wist wel dat het mijn idee van zo'n plaat, wat dat zou moeten zijn. Gewoon een rustige luisterplaat. En er hoefde geen toeters en bellen bij bedacht te worden. Ik denk dat mag heel fijn kabbelen. Precies wat op de plaat ook te horen is, dat twee gitaren en een stem. Dus daar hoef je niet zo op de pauw gaan te slaan met de grote advertenties en een groot label en weet ik het allemaal. Dus ik denk alles, nou ja, laat maar eens horen. En ineens kwam Rudy, die kende Cedric. En ik had Cedric één keer ontmoet tijdens een festival ergens. En dan ben ik gechanteerd door Cedric. Toen hij zei dat ik de Peel en Brand moest gaan spelen. En anders zou hij iets anders, weet ik al niet meer wat dat was. In ieder geval. We hebben die avond de Peel en Brand gespeeld. En die avond was het lot bezegeld, zeg maar. Toen zijn wij puur op de man. Cedric, ik wist helemaal niet wat hij... Ja, Kensington, dat weten we allemaal. Dat hij daar de manager van is. Maar voor de rest niks. En ik ben redelijk impulsief met dat soort dingen. Als ik iemand zie waarvan ik denk van... Die is het goede hout gesneden en dat is een aardige man. Maar dat doe ik met alles. Als ik mijn huis ga verbouwen en ik bel iemand en ik krijg daar een juffrouw aan de telefoon die aardig is, dan hoef ik al bijna geen offerte, dan ga ik al naar, weet je wel. Dus, zo is Cedric ook op mijn pad gekomen en ook Sander zijn, nou ja, en dat is gewoon als vanzelf is dat gegaan en dat gaat nog steeds zo. Dat zijn geen rare discussies. Dat is gewoon de liefde voor muziek en die wordt omgezet in ja. In een product, nou ja, dat is alles wat ik vraag. Maar ja. Nou goed, dat is de emotionele keuze. Maar de zakelijke keuze waarom wij voor Snowstar Records gegaan zijn, buiten het feit dat het goed matcht met de artiest en het label, hè, want inderdaad ook Sander, zijn compagnon, dat klikt ook, dat gaat ontzettend goed. Maar zakelijk heb ik het ook willen gescheiden houden bij Modestus. Dat je ook geen... als je bijvoorbeeld in discussie komt omdat wij met iets niet akkoord zijn, dat je dan Romanezen in conflict brengt of vice versa. Dus ik wilde het ook echt intern naar Romanezen toe echt heel duidelijk gescheiden houden van
wat is Rauwenijze en wat is Jacques Poels? Ja. En wij zaten al bij Modestus, dus dan moest ik iets anders kiezen, vond ik. En dan vond ik Snowstar absoluut van alle mensen die zich hebben aangeboden, vond ik dat veruit de beste keuze, zeg maar. Ja. En die keuze die is goed bevallen, want Jacques zei het net ook al en Cedric. De tweede soloplaat van Jacques, die gaat ook uitkomen bij Snowstar op 26 februari. Gaat simpelweg 2 heten. Jacques, is dat een lockdown-album geworden of is de thematiek gevarieerder? Ja, die is wel iets gevarieerder. De eerste plaat, ironisch genoeg, die schreef ik voor het virus. In augustus van het jaar daarvoor. En een luisterplaat. En die viel eigenlijk wat dat betreft midden in de quarantaine als de ideale plaat om thuis op te zetten. En al het leed aan je voorbij te zien trekken, zeg maar. Wat ik zag in de inleiding, ik zei dat ik daar zo goed bij gedij. Ik zeg er steeds een beetje beschaamd, want ik hoor dan ook Rudy en Cedric praten. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar goed, ik kan dat alleen maar vanuit mijn hoofd vertellen. En dat was toen, toen de thematiek. Dat was die druk. We hadden 35 jaar hard gewerkt met Rowan Heers. En wat Rudy net zei, een hoop dingen op de payroll, wat we nog allemaal wilden gaan doen. En dat viel ineens stil. Maar die plaat die was al klaar. Die was in die mindset geschreven van drukte. En ik die daaraan ontsnap. Nu, dit album is geschreven in alle rust. En met een soort vooruitblik. Wat er gaat komen. Wat er eventueel gaat komen. Wat wij hier allemaal nu niet weten. En niemand daarbuiten ook niet. Maar wel met een soort hoopvol. Het eerste liedje, Harte Vrouw, dat gaat over het feit van nooit misschien meer op vakantie kunnen en daar jezelf mee troosten dat misschien wel nooit meer zo zal zijn, tot liedjes die weer naar de horizon toe gaan. Dus ik probeer mezelf ook vaak te troosten met mijn tekst en mijn muziek en vooral dan in de hoop ook dat andere mensen dat dadelijk na 26 februari of wanneer het weer op play gedrukt wordt, want 2 staat ook voor de pauzestand, zoals je dat hier op de computer ook ziet, die 2 streepjes, of er straks iemand op play gaat drukken, hoe de wereld er dan uitziet. Dus ik, maar goed, een heel verhaal. Feit is dat ik gewoon altijd schrijf bij de dag en wat zich aandient. En dat heb ik toen gedaan en het heeft Blauwe Veer opgeleverd. En dat heb ik nu weer gedaan en het heeft 2 nu opgeleverd. Ja. Nee, heeft de lockdown, heeft je mogelijk ook creatiever gemaakt in je liedjesproces? Nou, wel in mijn letterlijk fysiek. Vroeger dan liep ik om 11 uur 's avonds ergens een feesttent de bühne op en om te gaan spelen en 's nachts weer terug naar huis te gaan. Nu ga ik om 11 uur de bed 's avonds en 's morgens om 8:30 zit ik weer voor de computer of op mijn gitaar. Dus dat is een heel, ik sta zelf versteld van hoeveel ik gedaan krijg nu. Het is echt. Het is niet zozeer inspiratie van het leed zien of met mensen praten en van waar gaat het naartoe. Dat, maar het is echt, er is nogmaals een weldadige rust in mij gevallen. Want we hebben er echt 35 jaar flink blokken op zitten met Rowan Heers. Waar net voor het virus waren we ook een beetje zo aan het eind van ons Latijn. Leek het wel. Dus in die zin, Is het een raar moment geweest, wat nogmaals mij de rust heeft gegeven. Niet zozeer wat jij vraagt, de inspiratie, maar wel de rust om alle uithoeken van mijn hoofd op te zoeken. En alle dingen, vooral ook terugmijmerend, herinneringen, om daar nu iets mee te doen. Die kans heb ik eigenlijk nooit zo gekregen als nu. Ja. Hey, op de albumhoes sta jij voor een grote houten schuur. Heeft dat een betekenis? Nee, nou dat is. Het is een huisje hier in het dorp. En de jongen die mijn hoesje maakt, Loep Derks, en zijn vrouw is fotograaf. Die komen hier uit het dorp. Dus en we hebben allemaal een voorliefde voor het huisje. En ik heb eigenlijk nooit geweten waarom ik daar een voorliefde van had. Ik wandel er altijd met mijn hond. Maar vorig jaar of zo las ik op een site hier over het dorp. Dat is het Hoogershuisje. En het huisje, Hogershuisje, van vroeger uit. Dat schijnt een dependance te wezen, of een opslagplaats geweest te zijn, van een brouwerij in Horst. En die brouwerij, die heette Het Anker.
En toen ik nog lang niet geboren was, dus ging daar een soort opslagplaats van bier. Toen hadden we hier in het dorp 30 kroegen. Dus daar konden ze een bier halen. Dus ik heb nooit geweten wat dat die achterliggende ding is was. Waarom ik hield van het huisje. Maar nu weet ik het. En nu vond ik het ook tijd om daar vooraan te staan. Met mijn hond. En dat huisje te gebruiken als, als het portret van die foto. Van dat huisje. Nou las ik vandaag in de krant of gisteren. De kroegbaas van jouw stamcafé, Jacques, dat hij ermee gaat kappen. Hoe moet dat nu verder dan, als groot bierliefhebber en kroegliefhebber? Ja, dat is een goede vraag. Ik zit daar regelmatig en met grote fijnheid, vooral in tijden als het druk is, dan heb ik dat echt nodig. Dan moet ik één keer in de week ga ik daar biertjes drinken. Nu is dat minder. Nu kan het sowieso niet, maar die behoefte is ook minder, omdat ik, wat ik net zei, die rust gewoon al heb in mijn eigen huis en zo. Dus dat ik vind dat heel fijn. Dus maar daarna, er komen weer goede tijden. Dat ben ik van overtuigd. Maar dan moeten we niet die tijden ingaan zonder kroeg. Dus het is een beetje een alarmerende situatie hier in het dorp nu. Dan moet zich iemand aandienen die dat overgaat. Ja, ik hoor aan die kant te zitten. Niet spullen, maar speulen, zeg maar. Als jij je kroeg koopt, hoef je ook niet meer te betalen voor je biertje. Het lijkt me ook een goede, Jacques. Ja, ik weet niet of dat goed is allemaal. Ik wil met liefde dat ze bij Rudy gaan boeken en dat ik daar muziek ga maken. En dat ik met een rustige avond daar heb. Nee, dat moet ik ben geen ondernemer. En dat merk je ook wel in dit gesprek. Ik ben die romanticus meer of meer die daar thuis liedjes zit te schrijven. Dat is mijn wereld. Vooral zo blijven. Nou is het normaal zo dat na het uitbrengen van een album, dat er volop getoerd gaat worden door de artiest. Dat was natuurlijk ook de bedoeling na de release van Blauwe Veer. Dat is ook gedeeltelijk gebeurd. Mm-hmm. En dan een manager en een boekingskantoor zijn dan heel erg druk. Ik kijk even naar Rudy. Hoe gaat dat nu in zijn werk, Rudy? Hoe druk ben jij nu? Waar moet je op letten? En wat kan wel, wat kan niet? Ja, niks kan, hè. Dus het is zelfs zo ver nu. Wij hadden een tour uitstaan voor Jacques Pouls 2, zeg maar. Album 2, hè? Dus het heet niet Jacques Pouls 2, maar 2. En wij hadden die tour uitstaan. Alles voor februari is er weer uit. We kunnen sommige data niet verplaatsen, dus die worden weer geannuleerd voorgoed. Het is zelfs zo onzeker en zo woelig dat we hem zelfs nog niet de tour op de site hebben gezet bij Jacques. Omdat, ja, het is anders één jojo ding van wel, niet. Dus het beetje hoop wat ik had met 2021 en het nieuwe vaccin en noem maar op, ja, is weer helemaal van de tafel geveegd. Dus ik ben nu aan het kijken, de 4 shows die er in februari is, tonden en die ook gecommuniceerd zijn via die theaters, om die nog te verplaatsen. En intussen weet ik dat er al 2 niet meer verplaatst kunnen worden, omdat wij stoppen met die tour in mei 2021. Wij hebben geen datum meer om dat nog in te vullen. En de theaters ook niet. Dus ja, hoe ga je ermee om? Ja, je moet ermee dealen. We hebben geen keuze, alleen de mooie, volwaardige tours met heel veel shows verspreid over het land, dat zal nu komen zoals het komen zal. En ik kan alleen maar mijn best doen. Er komt een tour, maar normaal begon die 5 februari in Delft. We weten nu zelfs niet wanneer we kunnen beginnen. Het goede nieuws is dat Jacques en Bart-Jan en Jan Hendricks, die gaan al repeteren. Dus vanaf het kunnen zij. Dus dat is goed. Alleen ja, het is afwachten. Wordt de eerste show nu in februari of in maart of april of mei? Ja, dat weet je niet. Dus je bent gewoon, maar je moet mee, hè. Je kunt niet afwachten, want anders heb je niks. En ik hoop wel in het diepste van mijn hart dat we eind februari, begin maart echt kunnen toeren. Vanaf het album uitkomt. Dat je dat toch kan delen met de mensen, zeg maar. En
Ja, en wij zijn ook niet de beroerte. Wat ik al aangaf eerder in het gesprek, is dat wij zijn zo'n kleine formatie. Als wij veel water bij de wijn doen en de organisaties, dan kun je gewoon voor 30 mensen spelen, 2 keer op een avond. Ja. Dus dat doen wij ook gewoon, maar ja, afwachten nu. Ja, ja, en elk scenario wat je bedenkt, is wat je vandaag bedenkt, is morgen weer achterhaald, wat dat betreft. Dat is het erge. En vaak, ik ben van nature een positief mens. Maar een positief mens, dan ga je zeker met corona ook tegen beter weten in. Ga je toch plannen en denken, nee, maar dan gaat het weer mogen. En ik moet wel zeggen, wij hebben een flinke tour gedaan in juli, augustus en september. En oktober, november stond er ook gepland. Dat hebben we uiteindelijk ook weer voor 98% eruit moeten gooien. Ja. Maar het tegen beter weten in, het begint wel meer realisme te worden. En dat is niet altijd de beste drijfveer, denk ik, in deze tijden. Maar goed, ja, meer dan dat is het niet. Ik kan niet stilzitten en niet afwachten. Dat, 1, hebben we die luxe niet en 2, kan dat ook niet. Maar soms denk ik wel van ja, heeft het nog wel zin? Cedric, jij zit natuurlijk als platenbaas, zit jij ook in hetzelfde riedeltje als waar Jacques en Rudy in zitten. Die plaat gaat zo meteen verschijnen. Komt uit op CD en LP, heb ik gezien. En natuurlijk ook digitaal. Normaal is het zo dat er allerlei promotionele activiteiten rondom zo'n plaat zitten. Hoe ga jij dat nu aanpakken als, vanuit jouw kant vandaan als platenbaas? En hoe moeilijk is dat? Nee, daar lopen we nu ook al tegenaan. We zijn... Er zijn natuurlijk al singles uit, staan liedjes op radioplaylisten en het gebeurt nu al dat bij die radio's waar Jacques vorig jaar nog langs kon om in de studio te gaan spelen, de nu regels zijn dat daar nog maar 1 of 2 mensen binnen mogen op dit moment. Misschien die avondklok die ook weer, ja, het is zo... Het is erg lastig inderdaad om daar, je kan er eigenlijk beter bijna van uitgaan dat het allemaal niet kan. En als er dan iets wel kan, dan is dat een soort bonus. Dan andersom denken en iedere keer tegenvallend nieuws te krijgen. Dat is wel, daar hou je het denk ik net wat langer mee vol. Maar ik herken heel veel in wat Rudy zegt. Zeker omdat ik ook naast het label het management doe van een aantal artiesten. En ook, nou, Kensington werd al genoemd. Deze week hebben we de Europese Tour die al 3 datareeksen gehad heeft, toch maar gecanceld in plaats van nog een 4e datumreeks te geven. Ja, dat soort dingen, daar wordt niemand blij van. Ja. Nee, want jij bent inderdaad manager van Kensington. Ze hebben inderdaad aangekondigd een hele Europese tournee. Hè? 11 concerten, 9 landen om die te cancelen. En ook definitief te cancelen. Dat betekent dus ook dat mensen hun geld terugkrijgen voor hun tickets en dat er dus niets gepland staat. Ja, dat is natuurlijk een inkomstenderving van heb ik jou daar, lijkt mij. Ook voor jou. Ja, nee, dat klopt. Ja. Nee, ja, dat... Het voelde niet goed om dat toch nog een 4e keer op nieuwe data te gaan zetten. Er zijn heel veel mensen, er komen ook naar al die andere landen, komen ook veel Nederlandse fans die daar een tripje van maken. Dus dat betekent dat je ook voor de 4e keer een hele hoop mensen een nieuwe reis en verblijf laat gaan proberen te lossen. Voelde niet goed. Dus ik denk dat het beter was om die stekker eruit te trekken. In het kader daarvan, misschien is het een hele onbescheiden vraag, moet je vooral zeggen als dat zo is. Maar wat heb jij nodig om break-even te draaien zo direct met Jacques zijn 2e soloplaat? Dat cijfer weet ik nu niet te noemen, maar ik ga er wel heel erg vanuit dat dat gaat gebeuren. Het gaat ons sowieso lukken om die muziek bij mensen te krijgen die daarvan houden. Dat gaat ook zeker door. En dat is misschien ook wat je in het begin over de platenmaatschappij al zei. Maar daar ben ik helemaal niet bang voor. En ik heb ook zelf gemerkt. Ik ben bij heel wat van die concerten die het trio rondom de Blauwe Veer solo plaat gedaan heeft. Daar ben ik bij geweest. En ik heb ook gezien hoeveel dat
doet. En hoeveel dat deed, juist in een tijd waar er heel veel niet mocht, dat er toch mooie liedjes gemaakt worden op een podium waar je dan met een kleine groep mensen toch bij kan zijn. Er was een reeks concerten die zij deden in dat dorp waar jullie het net over hadden in Amerika. Waar ik mee ben gegaan om nog met... Ik heb met Rudy de Hekker nog staan bouwen. En ja, volgens mij heeft iedereen daar geld op toe moeten leggen. Maar het was prachtig. En het was een lichtpuntje vorig jaar. En dat was het echt niet alleen voor mij. Dat zag je daar bij iedereen. En dat is ook heel erg veel uitgesproken naar elkaar. En dat vind ik heel mooi. En dat is dit album... Gaat dat ook weer zijn? Daar twijfel ik niet aan. Hoe Jacques in het begin al over die rust vertelde. Dat heb ik hem vorig jaar vaker horen zeggen. En ik heb dat echt als inspiratie gezien. Ik vind het heel mooi en heel knap. Want ik ben ook echt meerdere keren vorig jaar de wanhoop nabij geweest. En dan dat werkt dan beter dan mooie muziek luisteren. Ja, helemaal met je eens. Ook dat die behoefte naar dat live gebeuren, de live shows, concerten, die is enorm groot. Ik denk ook als zo direct dat licht in de tunnel volop gaat schijnen en iedereen gevaccineerd is, of althans de mensen die zich willen laten vaccineren, dat ook helemaal losgaat qua live shows. Dus dan wordt het weer heel erg druk, Jacques. Is het gedaan met dat waarschijnlijk. Ik had toch een vraag aan jou. Jij brengt nu je soloplaat uit. Ik weet ook, dat heb ik gehoord, dat ook Rowan Hesse, dat zei Rudy ook al, is ook bezig met van alles nog wat. Ook met een nieuwe plaat. Zit dat elkaar niet een beetje in de weg? Nee, totaal niet. Dat zijn echt twee op zich staande dingen geworden. Vooral ook omdat Rudy schetst dat label, om dat zo te doen. Dat is achteraf echt een heel goed plan geweest om dat op die manier te zien. En voor die muziek. Ja, dat heeft ook geen verschillende plekjes in mijn hoofd of zo. Het komt allemaal uit hetzelfde vat. En een liedje wat op de nieuwe plaat nu op 2 gaat verschijnen, dat had voor hetzelfde geld op een Rowan Hesse plaat terecht kunnen komen. Alleen hebben wij ooit bedacht met Rowan Hesse, laat het manager of het label kiezen, de liedjes. Modestus, Thijs, die daar voor ons het aanspreekpunt is. Samen met de producer Huub Reiners. En die hebben de liedjes gewoon gekozen uit 20 liedjes die ik ze voorhield of liet horen via de telefoon. En daar hebben ze keuze uitgemaakt. Nou, dan bleven er 8 over. Die heb ik dan weer bewerkt voor die soloplaat. En andersom. Dus dat gaat allemaal door elkaar. Er is geen apart vakje bij mij. Hoezo is. En die zijn allemaal. Ik heb de liedjes nu van de Rowan Hesse plaat, daar zijn er al een paar gemixt. Ja, daar ben ik echt alweer fan van. Dat klinkt ook alweer zo goed en zo precies op die plek waar ze moeten zijn, bij Rowan Hesse in dit geval. Als wel die liedjes waar we het nu over hebben, van de single die eruit komt, Harte Vrouw, die nu uit is, die perfect op die soloplaat passen. Dus dat schift zichzelf een beetje op een of andere manier. Ik hoef ook daar geen moeite voor te doen. Ik schrijf de liedjes zoveel mogelijk nu, om dadelijk weer voorbereid te zijn als Rudy weer aan me gaat trekken om te gaan spelen. En zelf ik ook weer vind dat we in Amerika weer zoiets moois moeten doen. Want dat was inderdaad prachtig. Mijn vrouw stond daar mensen naar de plekken te begeleiden. Charlotte van Kantoor, die was daarbij. Dat was zo'n ding hier in het dorp, wat ik ook hoopte dat door zou gaan. Dat is alleen maar door kunnen gaan omdat iedereen daar zoveel energie in stak. Weet je. Dus, dat is echt de highlights voor mij ook. Dus nou ja, even dit terzijde. Dus maar die even gewoon heers. Ik weet wat er van mij verwacht wordt dadelijk weer. En dat ga ik ook doen. Maar daarom geniet ik ook nu nog van deze rust en mijn productiviteit. En alles wat van mij nu gevraagd wordt. Ja. Ja. Maar het zit elkaar ook niet in de weg. In die zin dat met Rowenaise is te groot om te kunnen spelen. Dus wij trekken gemiddeld op jaarbasis een 1500 mensen per show. Gemiddeld. Hè? Dus dat. Dus ja, dat kan sinds corona niet meer, ook niet met 1,5 meter en zo verder. Dus het zit elkaar totaal niet in de weg in die zin. En ook Rowan Hesse heeft inderdaad, zoals Jacques schetste, de tandem Modestus met Huub Reinders, die een eigen sound heeft en een producer is. En Bart-Jan Baartmans is dan de producer van Jacques' solo ding. Dus qua sounds en vibes en zijn het totaal andere
projecten wel in die zin. Het een is echt singer-songwriter. Het is wel dezelfde man en dezelfde stem, maar het staat echt heel ver van elkaar, zowel in klank als vibe, als ook het karakter, zeg maar, van het project. Dus, en dat is dan tevens het voordeel van corona, dat wij hebben nu zoveel lucht om het Jacques Poels project te doen, zonder dat wij Rovenijzen in de weg zitten en andersom. Dus in die zin bijt het elkaar momenteel absoluut nul. Dus dat is goed. En dan gaan we op weg richting concerten. Heel veel zin in. Er is licht in de tunnel, er wordt gevaccineerd. Laten jullie ook allemaal vaccineren? Ja, ik sowieso wel. Ik ben het helemaal ja. Cedric? Ja, volgens mij ben ik pas een kwartaal vier aan de beurt. Ik kan niet wachten. Ja. Spuit maar vol. Ja. Dat gezegd hebbende, zijn we aan het eind gekomen van het interview. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage en jullie alle succes toewensen met alles waar jullie de komende maanden mee bezig zijn. Hopelijk zien we elkaar gauw ergens in een concertzaal of op een festival. En tot die tijd blijf vooral gezond. Iedereen moet ook even dat album bestellen en luisteren en kopen, want het is heel mooi. Ja, precies. Goed zo, zeg ik. Ja. Op de goede plek. Maar even geduld hebben tot 26 februari, toch? Ja, maar ja. We gaan dus Jacques weer een paar honderd laten signeren. Dus als je hem pre-ordert, krijg je een mooie versie met handtekening. Kijk. Eentje. Ja, helemaal goed. Doe maar, Cedric. Hey, jongens, hartstikke bedankt en tot gauw.